Welkom allemaal bij de 23e editie van Opslag Teuns. Het is een leuke dag. Als ik rond mij heen kijk, dan zie ik toch aardig wel wat volk. En ja, laten we hopen dat we zaken kunnen doen. For us, it's a key area to target in terms of customer base. And we are very eager to do business and to meet people. The event was very friendly last year and very open and friendly this year as well. Zeer positief. Vooral het feit dat het een andere opzet is waar het netwerken vooral in naar voren komt. Ik ben zeer enthousiast en zeer optimistisch. Het aantal toeschouwers, het aantal bezoekers vind ik hoog voor dit soort events. Dus complimenten voor de organisator. En ja, we hebben nog een hele dag te gaan, dus het kan alleen maar beter. Een hele openbaring. Ik vind dat iedereen erg open is tegenover elkaar. En ja, dat is alleen maar goed voor de business. Dit jaar is het hoofdthema veiligheid en dan vooral het spanningsveld tussen toezicht en de praktijk. Verreweg het belangrijkste is wat mij betreft ketenverantwoordelijkheid. Zorg nou niet alleen als bedrijf zelf, maar vooral ook de organisaties daaromheen. Zorg gezamenlijk voor veiligheid. We hebben een interessante discussie gehad. Tank-eigenaren en de toezichthouders zijn met elkaar in discussie geweest over hoe zij kunnen samenwerken en de veiligheid continu kunnen verbeteren. En juist door dat soort situaties te benoemen en daar een uitvoering te geven, dan geef je een goede voorbeeld. Die inspecteur die heeft natuurlijk wel zijn eigen rol. Die heeft wetgeving, hij heeft vergunningen en ja, daar wordt aan getoetst. De thematafels zijn interactieve sessies. Mensen kunnen kiezen uit 11 verschillende thema's. Ze maken daar een keuze uit van 2 thema's die zij het meest interessant vinden. En dan gaan ze onder leiding van een tafelvoorzitter met elkaar in gesprek over dat thema. We gaan ook met elkaar netwerken, met elkaar gesprek. En er zijn ook wat leuke accenten bij deze dag. We hebben een magician die later vandaag komt. We hebben een oxygen bar, dus een zuurstofbar. Er is van alles te doen. Een hele leuke dag. Ik vond het een heel goed programma. Het is heel duidelijk. De verschillende kanten van de medailles zijn belicht. Zowel de overheid, de inspectie, de inspecteurs en de toezichthouders. Maar ook heel duidelijk echt de branche, de bedrijven, nou ja, wat waar die mee te maken hebben. Ik denk dat dat wel een goede les is geweest vandaag. Robert Ruijgom. Olympische Spelen 2013.